Vandaag ga ik het met je hebben over een nieuw boek. En dit gaat heel erg over hoe leer je jezelf nu aan dat jij de beste wordt in één bepaalde skill die jij jezelf wilt aanleren. Dus één skill waar jij ontzettend goed op wilt worden. Wat voor skill zou dit voor jou kunnen zijn? Waar ben jij heel goed in? Wat zijn jouw talenten? En hoe kun je die meer inzetten voor jezelf? Dus daar gaan we het over hebben. Zoals je hier ziet, geen boek, maar een e-reader wat je op de plank ziet staan op dit moment. En dat heeft alles te maken met het feit dat dit boek, Stap in je grootsheid, op mijn e-reader staat. En niet als fysiek exemplaar. En ik heb dit boek toen aangeschaft toen ik op reis ging. En dan is een e-reader natuurlijk veel makkelijker dan allerlei een hele stapel met boeken meenemen. En vandaag ga ik het dus daar met je over hebben met Stap in je grootsheid. Het boek van, jawel, Tony Robbins. Dus naast het boekje Ongekende Vermogens, waar ik eerder al een boekrecensie over schreef, ga ik het nu met je hebben over dit boek van hem. En gaan we het dieper hebben over die nummer 1 skill en hoe jij jezelf juist die skill kunt aanleren. Dus hoe kun jij één skill ontwerpen waarmee jij meteen uitzonderlijk goed presteert en wellicht ook meteen onderscheidend vermogen creëert van andere mensen. En 3 inzichten dus vandaag weer. Ik ga de eerste met je delen. En deze inzichten hebben mij dus ook heel erg geholpen om mijn eigen skills te ontwikkelen. Dus wil jij een bepaalde skill ontwikkelen, dan wil je deze 3 stappen gewoon volgen. En Tony Robbins die zegt, weet je, je moet altijd beginnen met 1, en dat is de goede vragen stellen. En de goede vragen gaan over het feit, wat is die skill die jij wilt leren? Waarom wil je die skill leren? Juist die drijfveer erachter, die zou je moeten helpen om meer gemotiveerd te zijn, om extra gemotiveerd te zijn, om ook die skill steeds meer te ontwikkelen. Dus waarom wil je die skill ontwikkelen? Wat heb je er nog aan als je die skill nu ontwikkelt? Wat heb je dan de komende jaren daar nog aan? Hè? Dus 1, 5, misschien over 10 jaar zelfs nog. Als je dat op dit moment goed kunt doen, kun je dan meer geld verdienen? Kun je dan makkelijke relaties leggen? Kun je dan beter communiceren? Nou, wat het ook maar voor jou is. Maar welke skill kan jou gaan helpen in de komende 10 jaar als je daar nu stappen in gaat zetten? Nou, je hoort al een aantal vragen in mij naar boven komen. Die gaan je in ieder geval aanzetten om alvast te bewegen en na te denken over jouw nummer 1 skill. En hoe jij die meer en meer kunt ontwikkelen. Ik wil bijna zeggen skill 2, maar inzicht 2. Wat ik met je wil delen vandaag is en gaat over het modelleren. Dus als jij een skill wilt ontwikkelen, dan wil je de goede vragen stellen. Maar daarnaast wil je het principe van modelleren toepassen. En modelleren is eigenlijk niets anders dan kijken naar mensen die die skill op dit moment al hebben. En hun min of meer gaan kopiëren, gaan nadoen. En dan natuurlijk daar een eigen patroon van gaan maken. Dus als allereerst ga je kijken, hey, wat doen die mensen precies helemaal anders? Nou, Tony Robbins is denk ik wel de meester wat betreft het modelleren. Hij heeft ook nagekeken naar zijn meesters van, maar hoe gebruiken zij bijvoorbeeld hun overtuigingskracht? Hoe komen zij over? En hij is gaan kijken naar die mensen. Nou, pik er dan eens, naar mijn mening, pik er eens 3 uit. Hè? Dus de top 3. Dus stel je wilt meer overtuigingskracht. Pak dan eens de top 3 mensen eruit waarvan jij denkt, dit zijn 3 toppers, die vind ik die het heel erg goed doen. Ga eens kijken, wat doen zij dan precies? Hoe doen zij dat? Dus ga er echt gedetailleerd naar kijken. Je zou nog kunnen nadenken over wat voor woorden gebruiken ze, op wat voor tempo zijn ze aan het praten. Dus al die dingen die daarin naar voren komen. En op dat moment dat je dat weet, kun je daar een lijstje van maken voor jezelf en kun je die onderdelen gaan trainen binnen die skill. Dus als het ware ga je kijken naar de details van die ene skill. Dus op de oppervlakte zie je overtuigingskracht, maar wat komt er dan allemaal onder kijken? Bestudeer die verschillende elementen en ga die elementen stuk voor stuk leren, zegt Tony Robbins. En dan zul je merken dat je ontzettend snel gaat groeien en dat je die skill ook heel snel kunt ontwikkelen. Het derde inzicht wat ik met je wil delen, en dat is ook meteen het laatste onderdeel, is dus naast goede vragen stellen en ook het modelleren, is boeken lezen over die onderwerpen. En het allermooiste is natuurlijk dat de voorbeelden die je misschien al hebt gevonden, dat zij zelf boeken hebben geschreven over dat onderwerp, zodat je die boeken kunt lezen en zoek dus anders andere boeken op die te maken hebben met dit onderwerp. Dus wil je je overtuigingskracht trainen, om even bij dit voorbeeld te blijven, ja, ga dan eens kijken naar boeken over overtuigingskracht. En ook hier geldt, lees de top 3 boeken over overtuigingskracht. Ga kijken welke patronen zitten daarin en hoe kan ik ook deze manieren weer gaan toepassen.
Het extra voordeel van boeken lezen vind ik ook dat je ermee bezig blijft. Dus ik vind het heel fijn om dan, als ik een skill wil ontwikkelen, elke dag ook een paar minuten, hoeft dat maar te zijn, maar bij wijze van, ik pak vaak even een kwartier, te lezen over dat onderwerp. Zodat mijn brein ook elke dag even bezig is met dat onderwerp en ik me daar ook de focus op hou. En niet dat ik opeens na een week of twee weken helemaal niks doe, opeens weer denk van, oh ja, ik wil nog die ene skill ontwikkelen. Maar op die manier blijf je er dus ook dagelijks mee bezig. Nou, dat was een bonus tip. Ik hoop dat jij iets hebt aan deze inzichten en tips om jouw super skill te gaan ontwikkelen, om maar zo te zeggen. En ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Heb jij al een skill ontwikkeld en op wat voor manier heb jij dat toegepast? Kun jij je vinden in deze tips en inzichten? Of heb jij nog extra inzichten? Laat het me eventjes weten in de reactie. Ik hoor het heel graag. En wil je meer tips en inzichten over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer video's. Denk groot, start klein.